Mustang Trusty Rusty. Tweede Wereldoorlog in grote getalen is gebouwd samen met de Spitfire. En eigenlijk voor de Duitsers een beetje de vrees was. Want de Duitsers hadden de Stuka, de Amerikanen hadden de Mustang en de Engelsen hadden de Spitfire. Twee vliegtuigen, iconisch in de Tweede Wereldoorlog. En gelukkig zijn er nog heel veel mensen op de aardbol die het historisch erfgoed, als ik het zo mag zeggen, alive houden. En dat geeft u weer de gelegenheid om deze prachtige Mustang vandaag hier op Technology Base in Twente voor te zien vliegen. Zo'n vliegtuig voorvliegen heeft allemaal te maken met energiebeheer. Je kan niet zomaar vanuit heel de langzame snelheid een looping maken. Daarvoor moet het vliegtuig aanduiken om snelheid op te bouwen, energie op te wekken, om vervolgens een looping te kunnen maken. En dat ziet hier ook steeds wel gebeuren. Het vliegtuig duikt naar... Dus je denkt van, het is wel een prachtig vliegtuig, maar wat weegt zo'n vliegtuig nou? Nou, het maximale gewicht van dit vliegtuig is 5200 kilo.